Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een uitpakvideo van de nieuwe Scrap Delight Kit. En deze heet Pumpkin Spice. En ik heb daar meerdere dingen van besteld. Dus we gaan deze samen uitpakken. Ik haal hem hier eruit. Hier is de rekening. Die is nooit belangrijk. Die moet de kat eens... Zie hem eigenlijk gewoon gelijk weggooien, toch? Ik had wat add-ons erbij besteld. Volgens mij is het zo. Ik had als eerste een acryl woordje besteld met het woordje autumn, het woordje herfst. En dit is echt wel een leuk formaatje. Ik had alleen verwacht dat hij iets groter zou zijn. Maar dit is ook een leuk formaatje voor in je Project Life pagina. Dat is deze. Dan zit er een kaartje bij. Yes, kid day. Dan heb ik wat sticky notes besteld. En dit zijn eikeltjes. En ik had het volgens mij van de week ook al een keer verteld. Ik vind de eikeltjes gewoon heel erg leuk. En die kun je dus gewoon overal plakken. Ook leuk voor in je verslag of in je bullet journal of je planner. Maar echt wel gewoon leuk boodschap op doen. Leuk. En als je een bepaalde code invoert, dan krijg je een mini stempeltje bij. En dat is dit stempeltje, Family Snapshot. En die vond ik wel heel grappig, omdat ik veel gezinsfoto's ook heb. Dus deze vond ik ook erg leuk. Dan gaan we nu naar de kit. Ik heb dit keer de scrap kit besteld. Want de vorige keer had ik de pocket page kit. En dan mis ik dan toch wel een paar dingen. Dus ik dacht, ja nee, dan ga ik dit keer weer voor de scrap kit. De boots en puddles heb ik niet besteld. Die vond ik eigenlijk niet zo leuk. Dus daarom heb ik hem niet genomen. Ik bestel dus de kits los. Van wat ik leuk vind. Dus ik bestel niet altijd alle kits. Omdat ik gewoon verschillende merken en bedrijven leuk vind. Dit is het washi-tape met eikeltjes, pompoenen, paddenstoelen, egeltjes, blaadjes. Super leuk. Dan zit er een soort setje enamel dots bij. In de kleur oranje, geel, blauw, groen en bruin. Echt die herfstkleuren. Leuk, 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 leuk. Dan zit er een velletje banner. Banner om uit te ponsen. En dit kan met de EK Succes Banner Punch. En deze heb ik. Dus dat is wel fijn. En anders kun je hem altijd zo uitknippen natuurlijk met je scenarioapparaat. Leuk. Dan zitten de acryl shapes bij. In een afschuwelijke kleur groen. Ik vind deze kleur groen gewoon echt niet mooi. Ik ben benieuwd hoe ik deze ga verwerken erin. Ik vind dat voor mezelf wel een hele mooie uitdaging. En, maar ik vind de kleur iets te fel. Maar ik ga kijken hoe ik dit mooi kan wegwerken. Dus dat zullen jullie zeker zien ook op mijn YouTube kanaal. Dan zit er een velletje labelstickers bij. En deze vind ik wel echt super schattig. Kijk dan, dat vosje. Die eikels weer. Koffie, warm chocolademelk. Nog een keer dat vosje. Echt wel een leuk stickervel. En dat is op zich ook nog wel goede kwaliteit. Ook qua gewoon stevigheid. Dus dat is wel een hele leuke. Dan zitten er twee zakjes met twee zakjes in. Dit zakje is met labels. Die laat ik even zien zo. En dit zijn gewoon de kleuren van de kit. Wat je net al zag bij de enamel dots. Geel, oranje, groen, bruin en blauw. En de die kit. Even kijken. Dan hebben we het woordje spice, pumpkin, een leuk eikenblad, een paddenstoel. Daar zou je nog witte stippen op kunnen zetten. Een blaadje, een egel, een koffiekopje, een wasbeertje, een brilletje. Een paddenstoel, een blaadje, nog een paddenstoel, nog een blaadje, een heel schattig beertje. Wat wel leuk is, vergeleken met de pocket page kit, wat ik dan vind, een pompoen. Ik laat het gewoon ondertussen zien, dat de die kits ook lekker groot zijn. Dus ik kan in ieder geval, ik hou van grote die kits. En dan kun je veel meer mee, deze is ook leuk, mee op een layout. En dan kun je zowel scrappen als Project Life doen, want die andere die vond ik wel echt heel erg klein. Nou, dan gaan we naar het papier. Oh, hier zit nog iets bij. Oh, een alfabet stickers. Dit is een leuke, met dat, een beetje dat stoere. In drie kleurtjes zitten drie E's op, drie A's. Dus ik ben benieuwd hoe
Hier zit er meer op. Hoe het gaat. Dus, die gaan we naar het papier. We beginnen bij deze. Dit is nummer 1. Pumpkin Spice. Deze heeft allemaal bomen met allerlei kleurtjes. En op de achterkant is gewoon een oranje dotje met wat blaadjes. Deze vind ik echt heel erg mooi. Oh, deze is ook leuk. Dit was de camera uitgevallen. Maar hier ben ik weer. Dit is dus een heel mooi patroon met allemaal blaadjes erop. En sommige blaadjes ingekleurd in de kleuren van de kit. Echt leuk. Dit is nummer 2 dus. Op de achterkant zit een oranje met een, wat streepjes. Dit is nummer 3. Dit zijn allemaal beren. Met parapluutjes. En op de achterkant een blauwe met een wit kruisje erin. Ik zou eerder deze kant gebruiken dan deze kant. Dit is nummer 4. En dat zijn allemaal herfstkransen. Dit vind ik echt een hele leuk papiertje. En aan de achterkant is het rode streepjes. En allerlei soorten patronen. Nummer 5 is al kant-en-klaar. Daar hoef je eigenlijk alleen maar een foto met wat laagjes op te plakken. En dan heb je hier zo'n leuk eikeltje. En die hebben eigenlijk al klussertjes gemaakt. Dus kun je eigenlijk gewoon heel makkelijk iets erop plakken. En op de achterkant is het dat blauwe, dat petrolkleurtje een beetje. Met een stickerrandje en ook wat van die plakbandrandjes. Nummer 6 heeft de dennenboompjes met een huisje in het bos. En daarachter is zo'n pleetachtergrond. Ik moet altijd heel erg wennen aan deze achtergrond. Ik ben niet zo'n pleet. Mens, qua kleurtjes of qua vierkantjes. Dit is nummer 7. Dit is een wasbeertje met allemaal boompjes. En aan de achterkant weer een blauwe petrolkleurtje. En dit is een groene met een stitsrandje. Die je eigenlijk ook weer kant-en-klaar kan gebruiken. Dan hebben we nummer 8. Dit zijn allemaal gekleurde vogeltjes. En op de achterkant staan je zwarte voetjes in de sneeuw. Zo zie ik het dan, een vogeltje in de sneeuw. Nummer 9 zijn alle vosjes. En sommige vosjes hebben een krantje of een strikje. Ze heeft van alles wat. En op de achterkant staan allemaal woorden. En dan zou ik eerder deze kant ook gebruiken. Ik vind ze echt heel erg leuk, de kits en de afbeeldingen. Maar soms zijn ze dan net te kinderachtig, kan ik ook niet zeggen. Want ik vind ze wel echt leuk. Maar zelf heb ik geen kinderen. Dus ik moet altijd heel goed nadenken dan ja... Voor een foto van mezelf vind ik het dan weer net. Dus, maar ik vind ze wel heel erg leuk. Misschien een paar uitknippen en zo opplakken. En de rest deze achterkant gebruiken. Vel nummer 10. Dat zijn allemaal een die-cut. Dus een die-cut vel. Dit is ook een leuk kaartje. En ik doe natuurlijk ook Project Live met de scrap kit. Dus dit is wel echt een hele leuke. En aan de achterkant is gewoon een huisje met een boompje. Dus mocht je niet Project Live zien, is ook leuk. Ik vind dit heel erg leuk, die dingen. En deze, My Blood Type, is Pumpkin Spice. Ik hou heel erg van koffie, maar ik vind die koffie gewoon echt niet lekker. Dus ik moet daar altijd wel om lachen. Je had daar namelijk ook een kaartje van, of een stempeltje van. Maar die heb ik ook niet gekocht. Want ja, ik hou helemaal niet zo van die koffie. Dus dat vind ik wel altijd wel grappig. Dit zijn de papieren. Echt een hele leuke kleuren. De stickers. Acryl shapes. En binnenkort zullen jullie een video ervan zien op mijn YouTube-kanaal. Mocht je deze video nou leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie hieronder achter. Ik ben wel benieuwd of jullie ook de kit hebben en wat jullie ervan vinden. En abonneer op mijn kanaal om niks te missen. En tot de volgende video. Doeg!